Hoi, leuk dat je kijkt naar deze vlog. Ik had hier niet een duidelijke intro voor en ik wist niet meer precies welke dag ik dit gefilmd had. Maar ik had wat kleding gekocht op Vinted, dus dat laat ik nu in de volgende shots even zien. Maar ik miste een intro, dus bij deze intro door naar de kleding. Aangezien mijn SD-kaart vol zit, zal ik in mijn aankoop even deels zo laten zien. Dit pakje van Vinted heeft van die mouwtje. En toevallig is hij echt exact dezelfde kleur als mijn scrunchie. Die broek vond ik heel tof dat hij zeg maar hier van die dingen heeft. Alleen hij moet wel echt ingekort worden, want iets met korte pootjes en zo. Ja, ik weet nog niet echt wat ik hiervan vind. Ik hou sowieso van velvet en velvet. En ik vind het shirt sowieso heel leuk. Met die mouwtjes ook en zo. We like her. En ik vind het leuk dat hij bij mijn scrunchie past. Die broek, ja, vind ik dus wel jammer dat hij ingekort moet worden. Maar ja, dat is nou eenmaal het leven. Met korte pootjes. Let me know what you think. Ik weet niet of ik deze dan direct met kerst bijvoorbeeld aan zou doen. Maar ik vind het shirtje wel echt heel erg leuk. Dit heb ik dus net gepost. Ik was vergeten te filmen. Maar dit is dus ook een pakkie. Waarvan ik de broek misschien een maat kleiner wil. En dit pakkie was echt, zat echt awesome bij mijn wiel. En dit pakkie was ook prima. Ik zou even foto's importeren of laten zien nu. Ja, over deze twijfelde ik dus een beetje van de saar. En het hoogtepunt, die ga ik misschien met kerst dragen. Kijk hoe die zit. Oké, first impression in 3, 2, 1. Ik vind sowieso die stof echt geweldig. Mijn haar doet even rare dingen. Ik heb nog steeds hetzelfde shirtje er maar even onder gehouden als ik net aan had. Die zou ik er niet zo snel onder doen, denk ik. Nou, de blazer zit wel goed bij de mouwen. Wat me opviel met aandoen was meteen dat hij... Was het hier een gaatje? Nee, toch? Ah, nee. Even voelen bij mijn kruis, je weet het nooit. Ik vind het in ieder geval chill dat die broek is dus niet eens zo mega lang. Dus als je... Dit is zeg maar het einde. Dus als ik gewoon hakken eronder aan heb, hoeft hij niet ingenomen te worden. Wat super chill is en uitzonderlijk voor mijn korte pootjes. Ik ben trouwens 1,58, mocht je benieuwd zijn. Zo los bij elkaar vind ik hem bijvoorbeeld wel heel tof. I'm vlogging. Pietje is hierin. Ja, ik vind dit wel een leuk lookie voor kerst of zo. Wordt vervolgd. Wel echt vet velvet met van die sterretjes en dingen erop. Ik ben echt een velvet gekkie. You don't say. Wat denk jij ervan? Waar is je hoed? Je vindt me nu zeker een goochelaar. Waar is je hoed? Oké, okay. Vorige keer vond je wel dat ik werkte bij de, bij de Efteling. Nee, je dan wel wat heb of zo? Ik vind die stof wel echt cool. Het is ook wel voor kerst bedoeld, niet voor, niet voor een random zondag. Niet een alledaagse verzin. Nee, dat sowieso niet. Okay, I might see you back with Christmas. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Got my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city with my blueberries in glass. Ik zei die blueberry. Ik weet niet, die had ik gisteren ook, was best wel een goede snack. En eigenlijk vind ik, anders niet echt lunchtijd heb. Vandaag, I'm gonna be on the road. Hallo. Het is vandaag
vrijdag. Wat is nou weer je vraag? Wie is P. Diddy? P. Diddy, dat ben jij. Pieter's daddy. P. Daddy. P. Daddy. Feeling like P. Daddy. Hi. Nou, jij hebt mij toch geholpen deze ochtend. Ik heb mijn haar gewassen en alles. Ik kwam mijn wekker om 7:45. Maar ik kwam erachter dat het echt totaal niet realistisch is. Want ik heb echt zoveel te doen vandaag. Ja! Dus jij hebt het geholpen met Vee. Super chill. En Vee ook mee onder de douche gezet. Oké. Ik heb net ontbeten. Het is klaar. Ik ga tanden poetsen. En nog wat water zuipen. Had ik al gezegd dat vandaag vrijdag was. Bij deze. Ik film met mijn telefoon. Omdat mijn vlogcamera weer zo vol zit. En ik heb geen tijd om hem leeg te halen nu. Waardeloos vlogger, it's me. Maar het is vrijdag. Ik ga eerst Vee naar Opie en Omie brengen. Iets eerder dan normaal. Volgens mij een uur eerder dan normaal. Misschien moet ik ze even bellen. Dat, of dat oké is. Hoi mam, als je dit ziet. Hey. Daarna ga ik door alvast rijden richting Vleuten. Dan stop ik bij een benzinestation voor een call van 9:00 tot 9:30. En dan heb ik een podcastopname om 10:30, waar ik dan hopelijk op tijd ben. En daarna ga ik nog even naar Woerden, want deze meid heeft het adres nog niet gewijzigd in Coolblue. Dus onze stofzuiger is in Woerden beland. Dus die haal ik dan maar even op, hè. Gisteren heel de dag wachten. En ik denk, hoezo is deze man niet thuis? Want hij is gewoon thuis. Hij zegt, ja, hij is al bezorgd volgens mij bij nummer 6. Dus wij kijken naar het adres. Ja. Oh! Moeilijk. Wij gaan het dan poetsen. Dus genoeg te doen. See you later. Hoi. Nou, ik ga even de podcastopname studio filmen. Ik gooi het eraf. Oh jee. Maar echt super coole muur heeft je dit hier. Mag ik zeggen waarvan het is? Tuurlijk, Judith, je podcast. En die gebruiken wij dus voor... Tenminste, die helpt ons bij Arbe Unie. Super tof. En hier hebben we net de opname gehad. En hier zit Judith dan. Daar zit de gast. Expert, ja, de expert inderdaad. Dus super interessant. Ging dit keer over het gehoor. Ik heb echt super veel geleerd ervan. En voor Judith mocht ik een stukje vloggen. Dus bij deze... Nou, van een chille studio naar de auto. Ik moest even de stofzuiger ophalen, want ik was zo'n idioot geweest. Coolblue heeft mijn adresgegevens, nog van die oude woning, dus in Woerden. En ik had er niet goed naar gekeken. Dus ik heb een stofzuiger net opgehaald in Woerden. Super dom, maar ja. Dus ik belde meteen de oude huisgenoot. Of de oude, de nieuwe bewoner van ons oude studio. En die had nog heel veel post blijkbaar van ons liggen. Had hij niet doorgegeven. Maar ja, ik had op mijn beurt niet doorgegeven dat ik vandaag naar Woerden kwam. Dus wel chill. Hij gaat nu van zijn werk even hierheen fietsen. Om die posters nog te geven. Dus ik ga hier even op het parkeerterreintje even eten. Helemaal gaar. Maar ja, wel lekker om zo even te eten. En dan ga ik naar huis. En dan naar weer verder werken. Dus mijn pauze is nu... Wajo. Mocht je benieuwd zijn wat ik eet. Ik eet curry van gisteren. Koud curry. Nee, is wel lekker te doen hoor. Groene currypasta met aubergine, cashewnoten, paarse broccoli. Al ziet het er aardig groen uit wat mij betreft. Knoflook, ui, rijst. Dat. En hier, hele goede morgen. Ik heb vanochtend... Ik had Jeff zich verslapen, dus ik had geholpen met de ochtend... Toen daarna vlog edit, aangezien ik nog een uur had voordat ik moest werken. Nu even wat mails gedaan. En ik had gisteren dus uitgebreid gekookt voor iedereen. Ik heb niet gefilmd, maar ik had als voorgerecht tomaat paprika soep met focaccia. Hoofdgerecht spaghetti citroen knoflook. Dat ga ik vanmiddag als middag eten. En als toetje had ik brownie. Daar was nog wat van over. Dus ik kon het niet laten. Ik ben de dag begonnen met fruit, maar nu brownie met ijs wat inmiddels gesmolten is en vegan slagroom. Ja, het leven is goed, dat kan ik zeggen. Dat. Nou, ik zat super lekker op de bank, dus het is niet helemaal verantwoord misschien, maar ik heb daar thuis gewerkt tot nu toe. Mijn stem is trouwens nog steeds een beetje schor. zeiden op werk ook al, ik had een teamoverleg. En toen zei ze ook van, what happened to your voice? Well,
ben een beetje verkouden geweest. Ja, nu eigenlijk al wel weer beter. Dit was eigenlijk wat we gisteren gegeten hadden. Spinazie, citroen, knoflook, champignon, pasta. Ik heb er nog wat extra rode pepers bij gedaan. En bosuitjes, citroen. Dit gaat bij de koelkast in. Ik ga trouwens even het prikbord, wou ik zeggen. Ik wilde het prikbord zeggen, maar het is een krijtbord. Ik wil het krijtbord even bijwerken van wat we deze week gaan eten. Eerst dit in de koelkast, maar het gaat moeilijker met één hand. Maar het kan wel. Even kijken. Hoppakee. In de koelkast met jou. Even kijken. Ja, want dit klopt niet meer. Dus dit gaan we even omgooien. Ik vind dat heel fijn om gewoon in overzicht te zien wat we welke dag eten. En volgens mij was er ook nog iets bij gepland. Ja, we gaan misschien de 16e naar Walibi, Friday Nights. Maar het ligt er even aan of we een oppas hebben. Als we geen oppas hebben, dan gaat het hele feest niet door. Dus dat. Ja, en ik heb een vlog online gezet weer. En ik ga binnenkort ook de vlog online zetten over mijn vroegtijdige miskraam. Ik ben wel heel benieuwd hoe daarop gereageerd gaat worden. Als je hem nog niet gezien hebt, hij staat als het goed is nu al online. Ik ga ook daarvoor heel random mijn vegan song online zetten. Het slaat echt nergens op, maar het was gewoon een random momentje. Maar ik vond het toen zo grappig dat we daar random op kwamen. Dat het me gewoon leuk lijkt om te delen. Misschien heb je wel gedacht van wat de fuck deel jij nu. Maar het lijkt me gewoon grappig. En misschien vinden andere mensen het ook grappig. Misschien vinden mensen het wel helemaal niet grappig. Maar ja, weet je. Dan klik je op zich ook weer zo op het kruisje, denk ik dan. Dus er zijn erger dingen in de wereld dan een slechte parody. Anyway, ik ga lekker dit eten. En ik heb ook nog focaccia in de oven. Helemaal zin in. Ik heb het in de vaat ingeruimd. Het is echt, het lijkt wel alsof dat nooit ophoudt. Dus ik ga even aan de bak met dingetjes en dan straks mijn pauze weer voorbij en dan weer even werken. Ik heb ook nog een verdiepingssessie. Ik had vorige week met die Thijs Loungepag, daar heb ik niks meer over gezegd, maar dat was een verdiepingssessie over ja, dat we eigenlijk best wel een bepaalde cultuur in Nederland hebben van moet alles beter en zo. Dus ik vond het wel heel interessant wat hij erover te vertellen had. Ik moet heel eerlijk zeggen, het is niet dat ik echt heel veel nieuwe dingen er tot nu toe uitgeleerd had. Want ik heb, ja, ik heb zelf ook wel het een en ander geleerd over de huidige cultuur. Onder andere door te reizen. En er zijn me ook wel veel dingen opgevallen in Nederland qua cultuur. Dat het altijd beter moet, altijd sneller moet, et cetera. Dat we best wel een burn-out gevoelige cultuur hebben. En dat is eigenlijk wat hij ook zei. Maar desalniettemin, super interessant natuurlijk. En hij komt dus vandaag online een verdiepingssessie geven over dat onderwerp. Dus wel super interessant. En daar ben ik ook bij. Dus dat is vandaag einde van de dag weer. Dus ja, nogmaals, echt super goed en leuk dat mijn werk het aanbiedt. Ja, zeker ook onder de jonge doelgroep. Het is een Jong Argo Unie en daar ben ik dan ambassadeur van op mijn werk. Dat is wel grappig. Dus ik denk af en toe mee over dingen. Maar ik vind Jong Argo Unie soms wel weer dubbel. Want ik heb bijvoorbeeld een heel leuk team bij Argo Unie. Gewoon communicatieteam. En die zijn bijna allemaal wat ouder. En er is één meisje die dan ook jonger is. Die is 24. Die laat me altijd echt oud voelen. Ik ben alweer 28. Doe even normaal. Zij is 24. Maar wij zijn dan samen wel voor Jong Argo Unie. En soms vertellen we daar dingen over bij de rest van onze collega's. En die zijn dan weer niet Jong Argo Unie, omdat die dan te oud zijn. En dat vind ik soms wel een beetje dubbel of zo. Bijna alsof je ze buiten sluit. Terwijl dat is niet het doel. Maar het doel is natuurlijk gewoon voor jonge mensen van Argo Unie. Dat je een soort verbinding hebt en connectie. En ik vind het ook soms chiller om mensen van mijn eigen leeftijd, die in dezelfde levensfase zitten. Ik weet niet, daar heb je gewoon instant soms een betere connectie mee. En tegelijkertijd sluit ik dan niet andere, wil ik niet andere mensen uitsluiten. Maar voel dat soms wel zo met Jong Argo Unie. Terwijl dat dus niet het doel is. Ik weet niet waar ik heen wil met mijn verhaal. Maar in ieder geval, ik merk wel, Jeff en ik hadden laatst een oproep geplaatst over of mensen zin hadden om een keer muziek te maken bij ons. Uit de buurt. In zo'n buurtapp of zo.
En toen kwam er ook een reactie op van iemand die wat ouder was. En is het gek dat ik dan eigenlijk liever mensen wil van mijn eigen leeftijd? Terwijl het dubbel is dan weer dat onze buren, die zijn echt wel oud, bijna met pensioen, zeg maar. En die vinden we super chill en gezellig en zo. Dus het is niet dat ik iets heb tegen oudere leeftijd. En ik vind mijn moeder ook super awesome. Mam, als je kijkt, je bent niet oud. Maar ik weet niet. Ik vind gewoon soms... merk ik dat ik met mensen van mijn eigen leeftijd... instant meer connectie heb. En dat ik het soms, als ik mensen niet ken... ik weet niet, meer een afstand voel als ze ouder zijn. Ik weet niet of ik de enige ben die dit ervaart. Maar dit was gewoon weer zo'n gedachtenspinsel. En had ik al verteld dat we allemaal Halloween dingen gekocht hebben? We zijn echt losgegaan met Halloween. Het is echt belachelijk. We hebben dus binnenkort 2 Halloween feestjes. En dat is blijkbaar voor ons het excuus om ons echt te misdragen in de solo. Om Halloween spullen te kopen. Dus we hebben onder andere dit in. Nou, echt slecht. Ik zei tegen Jeff dat hij het moest opbergen. Ik zeg, het is nog geen Halloween. Gedraag je. Deze meneer lag mij half uit dat ik met kerstspullen al bezig was. Maar dit moet wel in de gang hangen. I don't know. Maar Halloween is coming up. En we zijn er echt slecht in. Echt, we hebben meer dan 100 euro uitgegeven aan deze shit. Echt bullshit. Deze voor Vee gekocht, want Vee kon die niet loslaten. En wij zijn echt zwakke ouders. Want als Vee iets leuk vindt, dan willen we het gewoon kopen. Dat is echt heel slecht. We hebben het allemaal voorbereiding dingen als spinnenwebben, servetjes. Het slaat echt nergens op. En dat kopen we dan met het idee... oh ja, maar dat kunnen we de jaren daarna ook nog gebruiken. Dus eigenlijk is het gewoon een investering als we nu meer eraan uitgeven. En aan de ene kant is dat zo, aan de andere kant denk ik, ja, je hoeft niet nu alles te kopen. Maar ja, Halloween gekte. Anyway, ik ga eten voordat het weer koud wordt. Nou, mijn maandag is weer compleet. Vee opgehaald. En Vee aan de borst. En papa maakt eten. Wat kan ik nog meer willen wensen? Die bespreking was tot 6:30, dat wist ik niet. Dus het was wel wat later, maar gelukkig was de gastouder heel chill. Dus ik had vorige keer over de miskraam verteld. En ze voelde zich helemaal schuldig. Ze zei, oh sorry dat ik een paar keer had gezegd dat je er slecht uitzag. En ik weet wel dat ze dat niet zo bedoelde. En misschien zag ik er ook slecht uit. Schadeclaim. En ze had er excuses aangeboden, vond ik wel schattig. Want... zeg maar, we hadden 2 kindjes. Vee was er eentje van en er is nog een ander kindje daar. En die moeder van het andere kindje, die is zwanger. En toen had ze... ik had net over die miskraam verteld. En toen kwam die vader binnen en toen zei ze... oh ja, gefeliciteerd hem met de tweede. En toen schaamde ze zich dat ze dat gezegd had... omdat ik net verteld had over haar vroegtijdige miskraam. En dat zij dan feliciteerde een ander met een zwangerschap waar ik bij was. Maar ik zei ook van... nou, ik vind dat helemaal geen probleem en ik weet dat je... goed mens bent, dus dat je dat echt niet rot bedoelt, dat heb ik echt niet zo gezien. En als er ruimte mag zijn voor mijn verdriet, dan mag er natuurlijk ook ruimte zijn voor iemand anders geluk. Dus ze zei wel van, oh, ik vind het wel fijn dat je er zo over kan praten en zo, maar ze schaamde zich er heel erg voor. Dus ik zei ook van, nou, het is echt niet nodig. Ik weet dat je het niet zo bedoelt. Dus dat vond ik wel schattig dat ze dat zei. Dus dat... lekker met mijn kindje bij me. Niets fijner dan dat. En we zijn weer compleet. Wat ik volgens mij al gezegd. We hebben een sushibol. Normaal geef ik Vee op tijd een apart bakje. Nu dacht ik, laat ik het op dezelfde manier geven als dat wij het doen. Dankjewel, schatje. Voor het, ja, bedankt voor de rijst maken. Ja, alsjeblieft. Teamwork. En de tofu. En ik heb de groente gesneden. Teamwork. Ik zit hier. Wel grappig detail. Er kwam een ring binnen en ik dacht dat dit een reclamestunt was van Shein. Maar blijkbaar was het een ring die Jeff besteld had. Ik was echt overtuigd dat die ring dan... dat die ring dan voor mij was. Ja, goed zo! Ik was echt van overtuigd van, nou, het is een ring. Waarschijnlijk voor vrouwen, dus die is dan voor mij. Hij was voor Jeff. Genderneutraal. Dat is een keesgeld. Hij is wel echt leuk. Het is een knuffelring. Ik vind hem echt leuk. En ik vind hem ook leuk bij jou.
Je kan dragen wat je heel schat. I love you anyway.